Welkom bij The Investment Center. Mijn naam is Jack, jullie host. In deze video bespreken we het EV-bedrijf NIO. NIO is een Chinese autofabrikant met het hoofdkantoor in Shanghai, gespecialiseerd in het ontwerpen en het ontwikkelen van elektrische voertuigen. Het bedrijf is ook betrokken bij het FIA Formule E-kampioenschap. NIO werd in november 2014 opgericht door William Li, de voorzitter van Bitauto en NextEV. Na de lancering investeerden verschillende bedrijven in NIO, waaronder Tencent, Temasek, Baidu, CQOI, Denova en TPG. Zijn eerste model, de sportwagen NIO EP9, debuteerde op dezelfde dag dat het merk werd opgericht. In oktober 2016 kondigde NIO aan dat het een Autonomous Vehicle Testing Permit had gekregen van het DMV in Californië, Amerika, en dat het zou beginnen met het testen op de openbare weg onder de Autonomous Vehicle Tester Program, richtlijn als onderdeel van zijn programma voor autonome voertuigen. Volgens het bedrijf was het van plan om voertuigen te lanceren met een autonomie van niveau 3 en niveau 4. In mei 2018 opende NIO zijn eerste batterijwisselstation in het Nanshan-district van Shenzhen, Guangdong, China, genaamd Power Swap Station. Bij dit station zouden alleen batterijen voor de ES8-auto's verkrijgbaar zijn. In september 2018 diende het bedrijf een beursgang in op de New York Stock Exchange ter waarde van $1,8 miljard. Eind april 2020 kondigde NIO een nieuwe financiering aan van een groep Chinese investeerders. De investering was nodig vanwege de problemen van het bedrijf om zijn voertuigen te verkopen. Als onderdeel van de deal zou NIO Activa overdragen aan een nieuwe dochteronderneming genaamd NIO China met het hoofdkantoor in Hefei. In augustus 2020 lanceerde NIO Battery as a Service samen met Contemporary Amperex Technology Limited, Hubei Science Technology Investment Group en een dochteronderneming van Huatai Guanan International Holdings. De recente lancering van NIO's baas kan er veel belangstelling rekenen vanuit de auto- en technologiekringen in China. Dit duidt volgens de analisten op de komende golf van het batterijwisselmodel voor elektrische auto's. Er gaan zelfs geruchten dat Tesla met een soortzelfde gedachte rondloopt voor de markt in China. Wellicht zien we in de toekomst een samenwerking tussen NIO en Tesla aangaande het baassysteem. Who knows? Vanaf april stimuleert het nieuwe energiebeleid van China de ontwikkeling van de batterijwisselmodus. In mei rapporteerde de Chinese regering voor het eerst dat het opladen en het vervangen van batterijen in de categorie nieuwe infrastructuur zou worden opgenomen. Gemeten vanaf juli 2020 hebben NIO, Alter New Energy en Hangzhou Botan in totaal 457 batterijwisselstations verdeeld over China. Essent Securities schat dat de vraag naar apparatuur voor het verwisselen van batterijen in 2021 $1,5 miljard zal bedragen. Door het baasmodel kunnen consumenten de auto's van NIO kopen zonder batterij. Daardoor gaat de aanschafwaarde van een NIO met $10.000 omlaag. Vervolgens heeft de consument de mogelijkheid om batterijpakketten met verschillende capaciteiten te huren op basis van hun behoeften. Ondanks dat de batterij gehuurd wordt, kan men nog steeds gebruik maken van de diensten voor batterijwissel en batterijupgrades van NIO. En men kan gebruik maken van de subsidieregeling van de Chinese overheid. Een EV onder de ongeveer $44.000 komt in China in aanmerking voor een subsidieregeling. Laten we eens kijken naar de modellen die NIO momenteel aanbiedt voor de verkoop. De volgende modellen worden op dit moment door NIO aangeboden. De EC6, de ES8 en de ES6. Laten we eens een kijkje nemen naar het aantal verkochte NIO EV's zover in 2020. In het eerste kwartaal van 2020 heeft NIO 1255 auto's verkocht. In het tweede kwartaal waren dat er 3461. En voor het derde kwartaal verwacht NIO zo'n 11.000 wagens te verkopen. Vanaf Q3 is de kans dat NIO echt tot leven komt, zeker als men deze cijfers weet te behalen. De totale opbrengst over Q3 zou in dit geval $572 miljoen bedragen. Kan NIO concurreren met bijvoorbeeld Tesla? Ik denk dat er van concurrentie in eerste instantie niet direct sprake hoeft te zijn. De EV-markt neemt in 2021 met 36% toe, dus voorlopig is er vaarwater genoeg om een stabiel, gedegen en een sterk merk op te bouwen. Persoonlijk geloof ik absoluut in NIO. Ik heb hele hoge verwachtingen voor NIO op de Chinese markt. Zeker omwille van het feit dat de Chinese regering vrijwel letterlijk
NIO en het baassysteem steunt. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze video, maar eerst wil ik jullie nog voorstellen aan Nomi. Ciao, Nomi. Hi, Nomi. 播放上一首歌。 没问题。 声音大一些。 准备好了吗？ 3, 2, 1 Nomi Nomi 我们回家吧。 10分钟后到家. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Laat mij in de commentsectie even weten wat jij vindt van NIO. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Maar er is mij niks anders dan jullie te bedanken voor het kijken. En vergeet vooral niet te liken.